Je weet toch hoe ze wel eens zeggen, it takes a village to raise a child. Nou dat, maar dan met het bouwen van een band. Het maken in de muziek. Vandaag gaan we kennis maken met de hele backstage support batterij van Maximix Glin voor het Regio Song Festival. Dit is pittig, dit is niet pittig, dit is curry, vegetarisch, leukste bal. Zo, oma legt even uit wat is op een doodgewone doordeweekse dag in Huizen Catalina in Gronsveld. Stop. De families van Maxime en Glin doen bijna alles samen. Dit is Ziggy, het broertje van Maxime. Samen met Jeannot, de tweelingbroer van Glin, you wouldn't say. Ja. Dit is Caroline, mama van Glin. En hier op de bank zitten de ouders van Maxime, Ruby en Danielle. En in oma's stoel hier zie je oma. Oma Lisbeth met hondje Charlie. En de aanloop naar het Regio Song Festival beleven ze allemaal samen. Ik ken van alles. Ja. Ja, het is... Het is wel echt wat je noemt dedicated. Ik begreep dat alle muziek bij jullie thuis afgemixt wordt. Ja, dat klopt. Dus je zit er middenin iedere keer? Nogal. Super vaak de opnames die ze opnieuw aan het maken zijn in de studio. Ik word soms een beetje gek van de muziek, maar... Ja, je kan het helemaal dromen. Ik kan het helemaal dromen, ik kan het helemaal nazingen. Maxime was dat aan het schrijven op vakantie, dus toen word ik de hele tijd in die kamer naast ons met Glin bellen en dan hoorde je alleen maar een hoop kabaal en de hele tijd datzelfde nummer. Ja, op een bepaald moment was het wel mooi geweest. En het is best wel een lange weg geweest. Glin die is op een gegeven moment begonnen om Japans te studeren na zijn HAVO. Een jaar. En toen kwam die heel beteuterd na dat jaar, nou bijna dat jaar, kwam die naar me toe en zegt, mam, ik wil echt in de muziek. Ik vind dat als ouders moet je je kinderen echt steunen. Onvoorwaardelijk, ja. Onvoorwaardelijk. Kijk, Maxime heeft een doel en ze zou het heel graag willen bereiken. Ze wil heel graag dit doen. Nou, dat vinden wij dat we haar echt erin moeten steunen. En dat doen we met alle liefde. Hij is argwanend. Ja. Ik denk, wat gaat dat toch gebeuren hier? Ja, ik trek altijd erg veel met hun op. Hè. Dus ik ben wel 86. Maar ik ben meestal met jonge mensen. Hoe voelt het echt eigenlijk dat je met de hele familie altijd naar dingen toe bent aan het leven van wat je zus en wat je broer is aan het doen? Ja, ik weet niet. Het voelt wel gewoon een beetje normaal of zo. Ik weet niet. We zijn sowieso heel erg met elkaar. Ja. En hoe zorgen jullie dan voor elkaar? Ja. Hoe doen jullie dat? Ja, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ja. Goede raad geven, knuffelen. Toen ik hoorde van Maxime van, nou, we gaan daar meedoen, dan hoop je stiekem ook van, oh, ik hoop dat ze nu een keer dan... doorbreken. Ja. Want er is geen enkel optreden wat jullie missen? Nee. En als wij bij een optreden ergens staan, ja, je hoort ons altijd. En we zijn, ja, echt trots. Trotse oma. Ik weet hoe ze in elkaar zit en als ik dat nummer hoor, als ze dan zingen is, dan ik word ook geëmotioneerd ervan. Want dat is zo mooi. Ik voel meteen de connectie. En dan doen ze dat ook. Ja, ik kan je niet vertellen. Het is echt... Ja, het is echt mooi. In deze oceaan, oceaan. En natuurlijk bellen we ook even met de ouders van Svibor. In Zagreb, de capital. Of Croatia. Hey. Hallo. Hey. Ciao. Ciao, ciao, ciao. The whole crew is here. The whole crew. Also. The whole crew. Yes. Yeah, the whole. Look at this. You know, even from the early childhood, all of their time, all of their emotions, all of their patience, in one goal, to become the best. Possible musicians. Bye bye bye. Ciao ciao ciao. 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 Beautiful man. I think me and Giuseppe we understand each other a lot. En met de moeder van Giuseppe in Italië wordt ook even gebeld. Ma, what did we eat? With, okay, riso con il pollo, un pochino piccante, poi delle specie di polpette che vengono da Liège. Ciao! So how does it feel? You know,
In one hand, I'm super happy that I'm here doing my, you know, my passion. And the other hand, I also miss them. But overall, I'm happy. It feels that you are really doing something remarkable in your life. But I mean, I never feel alone with these people.